Hoi allemaal, ik ga vandaag hier wat mee doen. Groene asperges. Ik vind ze persoonlijk lekkerder dan witte asperges. En ze zijn ook super veelzijdig. En ik ga er vandaag een lekker borrelhapje mee maken. Kijk je mee? Eerst even de knoflook overmaken. Daarvoor heb ik wat olijfolie in een bakje gedaan. En daar voeg ik wat fijn gehakte knoflook aan toe. Het hoeft allemaal niet zo precies. Het gaat er gewoon om dat die olie die smaak van die knoflook opneemt. Dan heb ik hier mijn parmaham, ongeveer 100 gram. En een bos groene asperges. Ik snij allereerst even het kontje eraf. Zo. Dan neem ik een plakje parmaham. Het is een beetje niet echt een mooi plakje, maar het geeft niks. En die wikkel ik zo rondom de asperge. En dat doe ik met alle groene asperge. Zo'n half plakje, dat is wel genoeg voor één rolletje. Zo. Nou laat ik in de tussentijd de grillpan goed heet worden. Zo. En de asperges bestrijk ik even met de knoflookolie. De pan moet echt goed heet zijn, want hoe heter de pan, hoe minder het blijft plakken. Dan leg ik de asperges voorzichtig in. Dan zet ik het vuur iets zachter. En het zouten van die ham, dat geeft wel genoeg smaak aan die asperges. Dus je hoeft ze ook niet na te zouten. En nu grill ik ze ongeveer in 4 minuten goudbruin. Je ziet dat de ham al aan de buitenkant een beetje krokant begint te worden. En de asperges worden juist zacht. En dat is de bedoeling. Yay, ze zijn klaar. Mijn gegrilde asperges met parmaham. Echt een fluitje van een cent. Heb je een heel lekker en best wel gezond hapje voor bij de borrel. Je moet het wel eventjes à la minute doen. Want het is wel het lekkerst om dit warm te eten als ze net gegrild zijn. Oké, bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan ben je als eerste op de hoogte van nieuwe video's. En dan zie ik je snel weer. Doei!